Welkom en fijn dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. We hebben 3 onderwerpen voor u. Bewoners van Overvecht demonstreren tegen de flyovers van de NRU. Cameraman Ben en ik, wij zijn erbij. En meneer, waarom staat u hier? De ring rond Utrecht willen ze volwaardig maken. Maar ja, wat gebeurt er hier op dit Gandhiplein? Op dat Gandhiplein daar gebeurt het volgende. Ze maken daar een flyover. Dat is een verkeersbeweging eroverheen. Ja. Daaronderdoor. Ik heb die beelden gezien. Ze hebben daar een mooie animatie van gemaakt. Schitterende mooie animatie. Maar verschrikkelijk. Je krijgt de tranen van in je ogen. Echt. Ja. De NRU, of de noordelijke randweg, gaat op de schop. Worden het tunnels of worden het flyovers? Dat zijn viaducten. Droom gaat voor tunnels. Waar staat Droom voor? Droom is een groep die is een paar jaar geleden opgericht toen de plannen voor de NRU duidelijk werden. Daar zitten allemaal bewoners in uit Overvecht, maar ook uit omringende gebieden. En Droom betekent de randweg Overvecht op maat. Waar staat de actiegroep NRU voor en waarom tunnels? De actiegroep NRU bestaat uit een aantal actieve bewoners van Overvecht. En wij willen heel graag onderdoorgangen. Tunnel is, dat is natuurlijk het liefst dat de hele weg ondertunneld is, maar dat is niet haalbaar. Maar tenminste bij de kruispunten onder de grond door. Als je bij het Europaplein kijkt, daar is nu zo'n flyover gemaakt, dat zou hier ook komen. Dat betekent dat hier zo'n 200 meter brug zit. En als je dus vanuit Overvecht naar het Noorderpark kijkt, zie je alleen maar steen, zie je een betonnen kolos staan. Als die onder de grond zit, zie je alleen maar groen en loop je rechtdoor en heb je geen idee dat je over een weg loopt. Eigenlijk vinden wij als actiegroep, het is een wond. Als je hier zo'n brug maakt, het is een wond waar je nooit meer afkomt. Dat beeld staat dan voor iedereen zijn ogen. Zodra je Utrecht in rijdt, zit je boven de grond op zo'n enorme brug. Het beeld naar het fort, Fort de Gagel, ben je helemaal kwijt. En het is zo'n prachtig stukje waar we zitten. Bent u voor tunnels of voor flyovers, oftewel viaducten? Ik ben zeker voor tunnels. Ik heb in Transwijk gewoond en daar hebben ze een flyover gebouwd als inrit voor de stad. Nou, het is echt een gedrocht. Het is foeilelijk, alles grijs, het blokkeert het hele uitzicht. Nou, hier is nog heel veel groen. Daar was al niet meer zoveel groen, maar hier is heel veel groen. En het zou echt zonde zijn als zeg maar Overvecht geblokkeerd wordt door zo'n lelijke flyover. Ja, dus zo'n tunnel zal gewoon verbetering zijn voor de wijk Overvecht. Ja, dat sowieso. Maar ook denk ik voor het algemene geluid en het beeld. Ja. Ja, bent u bang voor geluidsoverlast? Ik ben zeker bang voor geluidsoverlast extra. Want hier heb je nog die afremmende werking van de stoplichten. Straks als hier gewoon één grote doorgaande rijbaan komt, dan denk ik vooral dat vrachtwagens veel makkelijker deze ring van Utrecht gaan pakken. En vrachtwagens, we weten het allemaal. Daar zijn volgens mij nog nul elektrische vrachtwagens uitgevonden. Misschien één, maar ik heb ze nooit zien rijden. Nou, dat zal echt... Ook al is het 's avonds laat en die rijden gewoon de hele nacht door. Dat maakt echt heel veel verschil. Ik vind er moeten gewoon onderdoorgangen komen. Kijk, het liefst zouden we zien dat van het Gandhiplein tot aan het Kochplein één tunnel komt. Maar dat is ons uitgelegd, dat kan hier niet, want dat kost gewoon te veel geld. Ja, er wordt heel veel geld in Nederland uitgegeven, maar dit stukje kan kennelijk er niet uit. Dan vinden wij dat die kruispunten geen flyovers moeten worden, maar dat dat onderdoorgangen moeten worden. Want flyovers, dat betekent dat alles op de weg en er overheen komt. Dat betekent dat de geluidsschermen van meer dan 4 meter hoog moeten komen. Ja, we worden hier zo'n beetje opgesloten in de wijk. En we kunnen niet meer naar buiten kijken. Nou, dat is echt heel erg slecht voor de wijk. Overvecht verdient beter. Verslaggever Pim is in gesprek met Abde Rahman. Hij is geridderd in de orde van Oranje Nassau.
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. En een van die geweldige actieve vrijwilligers is de heer Abderrahman Boulaksil. Hij is al 40 jaar actief in Utrecht. En hij heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. We gaan met hem in gesprek. U heeft een mooie onderscheiding. Van harte gefeliciteerd. En daar krijgt u een oorkonde bij. Ja. Waar heeft u gewerkt? Ik heb gewerkt in Utrecht, om precies te zijn in Lageweide. En in 1969, 1971. Van 1971 ben ik eigenlijk gaan werken in Meidrecht. Dat is een schoonmaakbedrijf, schoonmaakmiddelen maken wij. En vanaf 1971 tot 2017, 46 jaar lang gewerkt in dienst. Ben ik nu vanaf 2017, oktober, ben ik gepensioneerd. U heeft genoten van het onderwijs van uw kinderen? Ja, absoluut. Want je hebt 6 kinderen, zijn allemaal afgestudeerd. De oudste is, het is een cardioloog. Die heeft het hier helemaal gedaan, vanaf basisschool tot echt algemene. Het is een algemeen arts gestudeerd. En daarna is ze naar Nijmegen Radboud. Die is eigenlijk nu al als een cardioloog. Functioneert daar nu in Radboud. En de jongste is nu aan het afstuderen als master in Amsterdam. Dus het gaat goed met u en uw gezin? Absoluut. Nou, ik heb zeker wel goed en ben daar trots op. En daar ben ik ook dankbaar dat gewoon in Nederland die mogelijkheid wat ik eigenlijk meegemaakt heb in Nederland. Met name het gaat om onderwijs. Ook allerlei dingen zijn geregeld. Maar met name onderwijs, die mogelijkheden. Als ik zo in Marokko had gebleven, had ik die mogelijkheden niet gekregen. U bent enorm gedreven en u heeft een enorme inzet om Utrecht te verbeteren op heel veel punten. Als u nou een concreet punt mag noemen waarvan u zegt dat moet echt de komende 10 jaar echt beter. Wat zou dat dan zijn in Overvecht? Ik zou ouders van die jongens die vervelend doen, prima gewoon het gesprek aan te gaan. Even kijken wat kunnen wij eigenlijk vanuit samenleving, wat betekent voor die ouders. Punt 1 en punt B, dat je ook gekeken naar bedrijven, ook naar scholen, naar organisaties voor werkplek en stageplek. Dat moeten wij ook, dat moet niet zien als Jan of Ahmed, dat die gewoon verschil moeten zijn. Dat mag ook niet. Dat zijn Nederlanders. Ja, ze hebben een andere naam, ze hebben andere afkomst, maar ze zijn Nederlanders. Dat moeten wij dus zien. Dat is eigenlijk dat is een toekomstig volk. Die gaan voor ons zorgen straks. Dat zijn eigenlijk de volgende generatie. We moeten daar met z'n allen daar investeren. Je moet niet gaan verstoppen. Ja. De waarheid doet soms pijn. Ja. Maar je moet het uit. Ja. Als wij niet daarop praten, ja, dan blijven gewoon het taboe. En wij zeggen op zijn Marokkaans van Suma. Suma. Dat is een taboe. Daar praten we niet over. Moet ik weer helpen? En dat is natuurlijk wel iets waar wij met z'n allen. Dat ze alle daarover hebben, in die zin van het gaat om ons belang. Dat gaat om samenlevingsbelang. Tot slot, verslaggever Paul. Hij neemt een kijkje bij de rioolzuivering in Utrecht. We zijn vandaag bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze bestaat hier al vanaf de jaren 50, klopt dat? Ja, dat klopt. Deze installatie staat hier al vanaf de jaren 50. En daarvoor loosde Utrecht zijn afval meer op de grachten, ook het bedrijfsafval. Waarom is dat veranderd? Ja, u kunt zich voorstellen als een stad steeds groter wordt en iedereen loost gewoon dat vieze water op de grachten en uiteindelijk ook op de vechten. Dan wordt dat water zo vies dat alle vissen doodgaan en dat het gaat stinken. Dus dat was niet langer houdbaar. En toen is hier een installatie gekomen om dat water te zuiveren. En die installatie is in de loop der jaren uitgebreid. En uitgebreid met zuiveringsstappen, zodat die telkens voldeed aan de normen.
Maar de afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat dat niet langer houdbaar was. En de oude installatie was ook versleten. Dus toen hebben we besloten een nieuwe installatie te realiseren. Er komt hier zowel huishoudafval water als bedrijfsafvalwater. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar het overgrote deel is hier wel huishoudelijk afvalwater. Dus huishoudelijk afvalwater van de huishoudens. En dan is er ook afvalwater van bedrijven. Maar dat zijn over het algemeen vrij kleine bedrijven. Dus geen grote industrie. De bewoners van Overvecht die merken regelmatig toch nog wel iets van deze zuiveringsinstallatie. Met name een vorm van stank. De normen waaraan de nieuwe installatie uiteindelijk moet voldoen, in zowel qua geur als geluid, die zijn echt veel strenger dan de normen bij de oude installatie. Dus uiteindelijk wordt het beter. Tegelijkertijd zie je dat in zo'n nieuwbouwproject, waarbij je ook het afvalwater wordt eerst nog op de oude installatie verwerkt, maar moet je dan gaan omschakelen naar de nieuwe installatie. Die hele overgang die is heel complex en die geeft allerlei opstart- en inregelproblemen. Dat heeft de omgeving helaas ook gemerkt. En dat hebben ze met name gemerkt in geurenhindel. Ja, hier op de achtergrond zie je een aantal geurbehandelingsinstallaties. Dat zijn die zwarte cilinders met die schoorsteen. En iets meer op de achtergrond, die grijze silo's, dat zijn silo's waarin het zuiveringsslip wordt verzameld voordat het getransporteerd wordt naar de eindverwerker. Heel veel inwoners die gooien medicijnen in de toiletpot. Dat valt niet altijd te scheiden, Lassie. Klopt dat? Ja, dat klopt. En met name, hè, want tampons en zeg maar grofvuil, dat kunnen we er nog wel uitfilteren. Dat is overigens niet de bedoeling dat u dat door de toilet spoelt. Hè. Dat weet mensen over het algemeen wel. Maar met name medicijnresten en microverontreinigingen. Dus als je verf en dat soort spullen door het riool spoelt, dan zijn die heel moeilijk in een zuiveringsinstallatie te verwijderen. Dat lukt maar voor een gedeelte. En dat betekent dat er ook een aantal van die schadelijke stoffen gewoon daarna in het milieu terechtkomen. Dat willen we niet en daarom voeren we als waterschap ook regelmatig campagne om mensen erop te attenderen wat er wel en niet in het riool thuis hoort. Als u hier achter u kijkt, daar zitten de installatie, dat noemen we de roostergoedinstallatie. Daar worden alle grove delen, zoals bijvoorbeeld tampons en andere verontreinigingen die in het afvalwater zitten, die worden er daar uitgezeefd. En als je dan hier kijkt, overigens is dat wel allemaal afgedekt, hè, omdat het anders zou stinken. Maar daar zit de zandvang. Het afvalwater stroomt daar heel langzaam, waardoor het zand naar de bodem zakt. En vervolgens schuiven we dat zand naar de zijkant en verwijderen we uit het proces. En aan de achterkant, die verhoging, daar staat de pompinstallatie in. En die pompinstallatie die transporteert het afvalwater naar het hart van de installatie. En dat zijn de Nereda-reactoren. Dit was het dan weer voor deze week. Maar nog even een tip. Aankomende zaterdag van 1 tot 4 in de Stadstuin Utrecht. Klopvaart op Stelten. Een geweldig feest. Cameraman Ben en ik, wij zijn erbij. Heeft u een vraag of heeft u een tip? Ga dan naar overvecht@uindewijk.nl. Wilt u deze leuke filmpjes nogmaals bekijken? Ga dan naar uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.